deze nieuwsuitzending. Ik moet al bijna van tevoren lachen hoor. Die is speciaal bedoeld voor vrouwen. En waarom ik dat zo leuk vind, is dat ik... Ik heb momenteel een uitzending geüpload. Dus een nieuwsuitzending 576. Uit de Schopenhauer. Er is geen vrouw die deugt. Daarvan het eerste essay. En dat heet Over vrouwen. En daarvan een stukje 1. Het kost me nog 2 uitzendingen om het hele essay over vrouwen te bespreken. Voor te lezen. En een beetje toelichting. Schopenhauer is een ongelooflijk goede schrijver. Er valt geen spel tussen te maken. En naar mijn mening perfect vertaald op zijn Nederlands, want het is uitermate goed te begrijpen. En dat hoort bij Nederlands. Nou, Schopenhauer, die heeft gesteld dat je kan van vrouwen zeggen wat ze willen, maar ze weten niet wat ze willen. Vrouwen doen maar wat. Met geen enkele gedachte, geen enkele visie. Ze kunnen ook geen boek schrijven. Waar is het boek De Filosofie der Huishouding? Geschreven in 1874 door het zusterschap der vrouwen. Dus... Stukken 4 vrouwen bij elkaar. We gaan even een boekje schrijven over de huishouding. Nee, dat doen vrouwen niet. Dat moeten kennelijk mannen dus doen, hè? Ja. Dus dan denk ik van, nou, weet je wat, oom Arthur? Laat ik er dan maar mee beginnen. Ik heb geen zin om het allemaal op te pennen. Dat doen die wijven zelf maar. Maar ik wil het wel opdruimen. En dan trekken we eventjes een konijn uit de hoed. Of een bal uit de grabbelton. En die luidt make-up. Is eigenlijk Engels. Hè? Maken streepje up. Met een P van Perry. Ja, daar kan je het heel lang over hebben. Dat ga ik ook doen. En je kan het er heel kort over hebben. Dat zullen de dames mij niet in dank afnemen, maar ik ga nu even een mannelijke poëet citeren. Die heet Kurt Cobain. Of Cobain. Cobain, dacht ik. Kurt Cobain. De zanger, gitarist, componist, tekstschrijver van Nirvana. Alhoewel die bassist behoorlijk meetimmerde aan de weg. En die drummer ook. Dat is een driemansformatie. Maar Kurt Cobain, die kwam met die man. Die ging toen neuken met Courtney Love. Toen heeft hij zelfmoord gepleegd. Kurt Cobain. Even voor de dames, hè. Niet alleen maar over Kurt Cobain hebben, hè, maar die Courtney Love. Daar zag ik nog een videoclip van. Die was opgenomen in Los Angeles of zo, aan de beach. Hadden ze allemaal palmbomen in de fik gestoken met diesel. En zij er dan doorheen rijden met zijn autootje, met zijn open dak en dan een beetje het liedje zingen. En dan, oh gaal man. Ja, dat bedoelde Kurt Cobain ook, ja. Ja, Kurt Cobain, die leefde op straat. Zo'n beetje. Was niet echt de Donald Trump van Los Angeles, of was dat iemand? San Francisco.
Ik denk wel ergens in de Bay Area. Ja, in San Francisco is toch wel Bay. Nou ja. San Francisco heeft ook een B, maar die ligt aan de andere kant. En die Courtney Love, die kerel had een suicidale toestanden gedaan met succes. En dan zag ik later van haar een foto op internet dat madame in een of andere Amerikaanse hotelkamer onderuit hangt. Apelazerus volgens mij. Een mooie benen had ze. Zo doe ik dat. Dat is een hele bolle heuvelpartij, een venusheuvelpartij. Die dikke schamelen. Ja, er staat een slipje omheen, maar... Ja, je ziet het zo. Dat kun je niet loven, dat is ook wel... lekker bezig hoor. Die palmbomen allemaal afgevikt. We maken het uit. Zo'n nieuwe palmboom erin. Dat kost een palmboom, man. $200. Het gaat toch om seks en keiharde muziek. En zo'n foto van Courtney Love op het internet, dat ze zonder uithangt. En ze heeft ook best wel goede titel hoor. Ze is niet overdreven, maar ook niet dat je denkt van, oh, is dat anders. Maar wel een goed aanwezige titel. Ze had onder een t-shirtje, maar ik heb een geoefend oog. Ik denk van, wow. Nou, als jij dat t-shirtje en dat slikje uit moet, dan... Nou, ik denk dat het er wel mooi uitziet. Maar terug naar Kurt Cobain en naar make-up. Kurt Cobain heeft gezongen. Kom zoals je bent. Als een vriend. Dat is erg belangrijk. Dat is ook een laat wat het... Dat was met Lonneke. En die moest naar jullie. En ik moest daarvoor zorgen. Dat had te maken met een belofte die ik... Dat lieve kind... iets van? 12 jaar geleden. Nee, is korter geleden. 8 jaar geleden of zo. Heb ik haar dat beloofd. Ik breng jou naar je ouders toe. Dat is de essentie van onze relatie. Ik niet dat ik een hekel heb aan Lonneke of zo. Meneer, zo'n karma. Hij heeft dan zo'n heel ding met seks dit en seks dat en seks zus en dan. Dan denk ik, ja. Maar ze had haar ouders al jaren niet gezien. Dat wist ik wel. Ik snap ook helemaal goed hoe dat kwam hoor. En dat is niet allemaal Lonneke haar schuld. Dat ga je mij niet wijs maken. Ik zou eigenlijk helemaal niet weten wat Lonneke fout heeft gedaan. Ze zit te veel aan de drugs. Maar dat doet mijn moeder ook. Dus ja. Allemaal drugs verslaan. Medicijnen dan. Pillen. Sensobigital 50 milligram per dag. En er ging het erom, want die. Even echt waterplagen, nou daar kan ze wel tegen. Maar die Slieserik. Ik had haar gezegd, ja, ik breng je naar je ouders. En toen, zij had dus gedacht op dat moment, dat was best wel schattig hoor. Maar ze zei, wacht eventjes, want dan brengt hij mij, maar dan wil ik ook weer terug. En
En dan krijg ik allemaal spullen mee, want de moeder, die zat helemaal te popelen, natuurlijk. Dat haar oogappel weer een keer komt naar Jeleen. Om de meske weer een keer te zien. Je zit al van alles klaarstaan. En won ik het dan van, ja nou, als we nou zo afspreken, dat je me brengt. En als het een of andere smoes. En maar dan kon je me ophalen met de auto. En daar ging het om. Nou ja, dan moest al die rotzooi mee. Heb ik nog gedaan ook. En wat denk je nou? Ik beloof wat en doe ik het ook hoor. En zei ze, nou, aan de heenreis, dat doe ik wel gedeeltelijk met de trein. Want ik durf niet helemaal, want ik heb treinangst. Ja. Ik heb jarenlang gewerkt in de SM-industrie. Ja, we hebben wel treinangst. Ja. Dus ik vraag haar alles uitgezocht. Ik zei, nou, meisje, ik rij je wel naar Nijmegen toe. Een parkeerterrein bij het station. Dan zet ik je op de trein richting Roermond. En in Roermond moet je overstappen. En dan pak je de trein naar Eindhoven. Nou, zo moeilijk is dat niet. Dus één keer overstappen. En in Roermond praten ze Limburgs. En Lonneke kan prima Limburgs. Hoor. Je heet de trein naar Eindhoven. Nee, maar Maastricht. Kijk, Eindhoven. Maastricht bedoel ik. Ja, natuurlijk weet je dat. Wil je Roermond rijden zo waar de trein naar Maastricht gaat? Dat is toch de fucking hoofdstad van Limburg. Uitstappen bij Sittard. En daar zou haar vader, dus aanhalingstekens, haar sociologische vader, hele aardige kerel. Mijn moeder is schatten. Schatten. Dat zijn Limburgers, maar. Ja, wat wil je anders in je leen? Nee, we zitten daar. Had ik er zo gepland van. Dan rijd je even naar Nijmegen toe. En dan ging zij voor weken naar de ouders. Is ook gebeurd, hè, tot mijn. Grote vreugde van mijn hart, hè? Ik heb Lonneke daar even horen. Richting de 2 maanden of zo. Dat zal Lonneke niet meer vergeten. Maar dat is maar goed, hoor. Want ik geef hem Lonneke. Wat dat nou? Ja, toen kwam de grote ramp. Dat er was iets misgegaan met de Clio-toestand. Pleegzoon, zullen we zeggen, of aangelopen zoon van Wim Gaudenbaan. Die had de Clio mee. Ja. En toen werd het maar later en later. En ik zei tegen Lonneke, nou kom op, weet je wat? Ik had alles voor haar uitgeprint. Ik zei, ik breng je naar Arnhem Centraal, want mijn overchipkaart is opgegeten door een herdershond. En die had een uniform aan of zo, maar ik weet niet meer precies, maar iets met de aardmannetjes. Maar ik heb geen overchipkaart meer. Dan denk ik door de CIA ingestraald van, oh Perry krijgt een reisverbod en dan hop, en dan blokkeren ze je chip en dan kan je mooi niet meer pliep pliep. Dan moet je een nieuwe aanvragen, maar ik heb geen DigiD, dus dan hebben we dat weer. En de fiets, die heb ik ook niet. Ja, de Lonneke, daarna dan breng ik je naar gewoon Arnhem Centraal. Ik mag wel een stukje mee naar binnen. Ik kan je precies vertellen waar de trein naar Nijmegen staat. En als je naar Nijmegen bent, dan moet je naar de trein naar Roermond, Remunje. En in Remunje moet je overstappen naar Maastricht. Dit is het. En we zitten achteruit. Je hebt je mobiel bij je. Je belt je vader. Dat is aanhankelijk, zeggen ze. Heel aardige kerel. Ja, die had je wel van het station. Oh, nee, jongen. Nee, ik heb toch veel liever dat je mij dan helemaal begint.
Oh ja, want de Clio zou toch nog komen. Ja, dan kan je me dan niet helemaal brengen. Ja, wat nou, bitch. Ja, ik heb het toch liever, want ik voel me nu heel angstig. Oké. Ja, maar ik heb een vieze spijkerbroek. Ik heb me niet gedoucht. Ik heb me niet geschoren. Ja. En toen zei Lonneke tegen mij. Dat maakt niet uit. Kom maar gewoon zoals je bent. Toen dacht ik, kut. Die kut heeft gelijk. Ja, uiteindelijk probeerde ik er ook alleen maar onderuit te komen. Ja, dus één keer heen en weer naar Jeleen, dat is dan een pokken en door. En dan maak je er even twee keer van. Ja. Dat probeer ik ook te ontsnappen. Ja, als zij zegt, nee, dan maak je geen donder uit. Kijk ze ook zo naar mij, hè? Dan moet je weten dat Lonneke, dat is niet de eerste, de beste. Ja, de hele goede blik. Wow. Dat is goed genoeg. Dat zei ik ook één. Ik moest ook mee naar binnen. Ook nog gedaan. Maar zoals ik ben. Zoals ik ben. Ik ben Perry. Ja. Dan kan je van mij zeggen wat je wil. Yo, Perry staat op Facebook. Ja, nou. Ja, maar Perry is tegen abortus. Ja, nou. Maar terug naar make-up, hè. Als je als vrouw gaat make-uppen, dan verander je je uiterlijk schijnbaar. Want je kan je uiterlijk niet veranderen. Want je hebt maar één uiterlijk en dat heet jouw uiterlijk. Bij de Hindustanen hebben ze een gebruik dat vrouwen maken 's morgens met gekleurd zand een soort van tekening bij de opening van de woning. En daar loopt iedereen overheen. En de volgende dag maken ze weer een tekening. Van zand. Gekleurd zand. Ze kleuren ook hun. Ze besteden aandacht aan het kleuren van hun lichaam. Ook. Ik denk wel dat het een leuke bezigheid is voor vrouwen. En je doet iets heel geks als je dat op je eigen voorhoofd gaat lopen. Dat moet je helemaal niet doen. Daar word je niet blij van. Wat is er nou weer mis met je voorhoofd? Ja, toch? Je wenkbrauwen? Ja. En mijn dochter die doet dat ook, hè? De meest maffe dingen. Neuspiercing. Heeft ze een neuspiercing? Heeft ze ook? God beter het.
Ja, dat is nog niet zo gevaarlijk. Ja, behalve natuurlijk als je eraan blijft haken aan het touw. En ook een heel grappig verhaal over een stel. En die man die had een prins Edward. En dan weet je wat het is. Toch? Een prins Edward. Dat is een Engelse prins. Is dat. Dat betekent een piercing door het klitgedeelte van je penis. Dus bij je penis heb je die eikelen. En dan kan je je voorstellen dat er een soort driehoekje zit. En daar zit jouw klit. En daar doe je dan een piercing doorheen. In homokringen doen ze dat. Ik moet zeggen in sodomietenkringen, want in dit geval ging het om een man. En die was van de stam Sinti. Dus geen zigeuner of zo, geen Roma. Hij was van de stam Sinti. Maar wel zo'n rolwagenbewoner. Een globalist. Wij wonen overal en nergens. Ja, die had dus zo'n ding, dat is iets onder je enkel, aan de voorkant, twee van die balletjes erbij. Ziet er leuk uit, jongen. En die meisjes zo van, oh wat lekker, oh wat lekker, oh wat lekker. Had hij een meisje gevonden, via internet, God beter het. Weet je, iets van Else Miek of Evelien? Ik heb er nog een paar keer gezien. Nou, zei die. En zij had zo'n piercing door haar clitoris gebeuren zitten. Dat is een over hip, is dat. Weer een ring door je klit. Meisje, 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 ben je met bezigje, bezigje, bezigje? Nou, wat is er nou gebeurd met die twee tortelduifjes? Dat was een soort Japanse puzzel geworden. Want in één zat die de zegwagen. Dat heeft hij mij verteld. Goh, waarom zou ik daarover liegen? Wees eerlijk. Hij zei dat het behoorlijk pijnlijk was. En zij ook. Auw, 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 auw. Ja, een soort onvrijwillige SM voor allebei, tegelijkertijd. Want wat was er gebeurd? Die prins Edward, dat is zo'n staafje met twee van die balletjes, hè? Ja, die is er door dat ringetje van haar heen geschoven. Die zat er achteraan geklikt. Ja, zie hem er dan maar weer eens tussenuit te krijgen. Ja, dat wordt frikken en sjorren, hier. Ja, denk een beetje na voordat je piercen gaat. En terug naar make-up. Dat je gaat doen alsof je uiterlijkheid een andere is. Want iedereen heeft een eigen uiterlijkheid. Ik ook. Ik heb bijvoorbeeld een plastic tand. Dat is mijn uiterlijkheid dus niet. Dat is een schijnuiterlijkheid. Maar als ik dat niet had laten doen. Ik heb zo'n implantaat. Maar, daar lig je gelijk sociaal maatschappelijk uit. Dus, daarom heb ik een implantaat. Dus ik ben ook in die zin ijdel. Dus iedereen treft wel wat blaam. Maar ga jij je als vrouw gaan lopen opmaken? Waar ben je dan mee bezig?
Het enige wat je kan doen is dat je een man verleidt. Die denkt van, oh, nee, nou, zo'n soort vrouw, dat spreekt me heel erg aan. Ja, en dan 's morgens word je wakker, alle make-up is eraf en dan denk je, gadverdamme. Het heeft geen enkele zin om een schijn op te houden. Push-up BH's en dergelijke, hetzelfde verhaal. Heb jij van die dunne slappe tieten? Nou, dan heb jij dunne slappe tieten. Punt. Ja, maar ik wil naar de kliniek dan. En dan neem ik van die boekjes mee, die mijn man altijd heeft. En dan zeg ik nou tegen de dokter, ik wil dit soort tieten. Want ik kijk mijn man altijd naar. Dit zijn zijn Facebook pagina's. Ja? Zoek een tieten wil ik graag. Nee, wat je wil is een andere kerel. Ja, zoiets als lichamelijke schoonheid. Dat is een farce. Het is niet. Wat is lichamelijk schoon? Ik heb zo'n porno gezien. Heel kort filmpje. Was een leuk meisje. Blond haar. En die zat dan in zo'n stoel, met de benen uit elkaar, en dan zei die regisseur van, ja, doe even je binnenste schaamlippen, even netjes links en rechts leggen. En dan maken we een foto. En de meisje zei, oh ja, want symmetrie staat gelijk aan schoonheid. Symmetry is beauty. Daar gaat het helemaal niet om. Ah, bij die porno wel, maar. Was gratis zorgen voor niks in Nederland. Ik ga nu niet betalen voor die rotzooi. Maar ik vond het wel tof dat ze zei van, oh ja, symmetrie, dat is schoonheid. Ja, dat is zoiets. Ja, iemand die scheef is, qua kop, ziet er niet leuk uit. Scheve tanden. Zeg maar. Je ene tiet is groter dan je andere tiet. Het is een veel voorkomende vrouwenziekte, maar dit gaat voor vrouwen en make-up en zo. Maar heel veel vrouwen hebben twee verschillende tieten. En nou is vastgesteld dat als vrouwen verschillende tieten hebben, in de zin van groot en kleine, dat dan de kleine tiet, die zit aan welke kant? Ja. Even nadenken. Ik geef jullie vrouwen, omdat jullie vrouwen zijn, hè, krijgen jullie 2 minuten de tijd om erover na te denken. Ik zal je helpen. We praten niet over 3 tieten, 4 tieten. Nee, we hebben het over 2 tieten. En de ene tiet die zit links van jou uitgezien. Dat is de tiet die zit boven op je hart. En die andere tiet die zit rechts. En die zit bovenop de longkwab met 3 kwabben. Dus je hebt die tiet links, die zit boven de longkwab en die heeft maar 2 kwabben. Want daar zit je hart. Klop, klop, klop. Je kent dat ding wel. Ja, dat noemen we de linkertiet. Even helpen. Linkertiet en rechtertiet. Nou. En
Als die tieten verschillend zijn van afmeting, niet zozeer van vorm of whatever, daar heb ik het niet over. Maar de ene is groter dan de ander. Even goed. En weet je het antwoord al? Ja, de linkertiet natuurlijk. Trut. Een symmetrie staat gelijk aan schoonheid. En maak je daar dan zorgen over? Waarom is je linkertiet dan kleiner dan je rechtertiet? Ik moet nog eens even kijken naar die naaktfoto van Angela Merkel. Hoe met haar tieten zit. Maar bij haar is die volgens mij die linkertiet ook iets kleiner, hoor. Dat is altijd de linkertiet. Of altijd. 98% van de gevallen. En waar komt dat vandaan, mijn beste dames? Ja. Aangezien jullie niet in staat zijn om... Nee, ik ga niet plagen. Denk ik, maar ik zal me even... Ik ben jullie vijand niet. Daar gaat het niet om. Ik plaag maar een beetje. Maar kijk, in je hersenen... daar zitten twee helften... En die vloeien samen via je kleine hersenen naar je verlengde ruggenmerg. En dan krijg je de rest van de zenuwen. Tot in je pink aan toe en je kleine teen en je voetzolen. En je kriebelkut. En je kriebelanus. Maar het begint bovenin met twee delen. En het linkerdeel van de hersenen, dat is verbonden met het rechterdeel van je lichaam. Daar zit een kruis in. The Cross. Is dat een prins of zo? Even voor de meisjes, hè? Meisjes houden van prins. The Cross. Ja, daar zit een kruis in. En dat klopt. Want anders zou het lichaam uit elkaar vallen. Dus je linker hersengebeuren is verbonden met je rechter lichaamsgebeuren. En vice versa. En met al dat onderzoek naar hersenbeschadigingen... En sommige dingen zelfs voor dokter Mengele-achtige experimenten. Maar ze zijn erachter gekomen dat aan de linkerkant, daar zit de logica. De taal. Logos, zei dat ook maar. Oh, zie je het zo? Ja, Albert Heijn is altijd open vanaf 7 tot 7. Ja, dat soort dingen, dat zit allemaal links. Hè. In je hersenen. En rechts, in de rechter hersenhelft, daar zit je fantasie, je creativiteit, je happiness, je... La, 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 la. Oh, wat ben ik blij dat mijn neus van voren zit en niet van opzij. Dat zit rechts in je hersen. Weer wat geleerd, hè? En heb je weinig fantasie, weinig creativiteit, ja, krijg je een kleine linkertiet. Ja. Maar het was al niet goed dat je te weinig creativiteit had. Dat je te veel op je luie kont had gezeten. Kijk, als je zo oud bent als ik en je doet geen flikken meer... Iedereen kan je rug op. Ja, dat is wat anders. Maar als jij er een beetje begeerlijk uit wil zien voor de spermatozoïde leveranciers. Met mogelijkheid tot gegarandeerd inkomen voor jou. Met backup van de familie van beide kanten.
En dan we het toch over make-up hebben, maar even voor jou als vrouw, hè? Maar dat is je gang, hè? Je moet er fatsoenlijk uit weten te zien voor een of andere vent die zo gek is om jou te gaan neuken. Interesseert je helemaal geen kut? Goed kennis maken met zijn familie. Ervoor zorgen dat je goed valt bij iedereen. Hè? Netjes gedragen. Nou, hem meenemen naar jouw familie. En dan moet hij ook goed vallen, anders kan hij opzouden met haar. Die tegen jouw familie kan, ja, go, ja, bla 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 bla. Nou, als het allebei de kanten goed gaat, hoppakee. Zijn vriendenkring even inspecteren. Als hij, je hebt zo'n kereltje, hè? Hij zegt van, joh, komende vrijdag is Formule 1 races. En ik dacht dan, ja, dan kunnen we dan met z'n allen dat ik mijn vrienden uitnodig. Moet je vooral doen. Ja, vooral doen. Laat die homo's maar komen. En die man die wil een beamer of zo, nou dat is allemaal best. Maar dan haalt hij maar zelf, hè, bij de Mediamarkt. Laat die kerels maar Formule 1 races kijken, whatever, in Montenegro of zo. Monte Carlo. En jij gaat op tijd naar bed. En dan een uurtje of twee s'nachts, dan komt die kerel met een enorme bierkegel bij jou in bed liggen. En dan krijg je nog gratis seks aan. Kijk. Maar dat is toch een mooie avond. Maar dan heb je eventjes zijn vriendenkring kunnen inspecteren. Als die niet deugt, kappen met die handel. Goed inspecteren. En dan ga je ervoor. En dan ben je geborgen, baby. En zonder make-up. Zonder helemaal niks. Het enige wat jij als vrouw nodig hebt, zijn een paar goed ogende tieten. Waar een kind kan libberen of zo. Ja. En een welruikende kut. En dan mag jij aan het werk. Flerk. Voor je kinderen. Meer heb je niet te doen, hoor. En een man ook niet. By the way. Dus prijs jezelf niet gelukkig of zo met die rol. Wij mannen zijn ook gedoemd om te zorgen voor kinderen. Maar jullie ook. En ga vooral niet voor een man die valt op jouw make-up gedrag. Ik zou er niet aan beginnen. Ik eens een keer met me. Dat is wel grappig. Ik was met mijn dochter foto's aan het kijken. Uit de tijd dat ik nog getrouwd was met die moeder. Haar jeugd dus. Hè. En toen was zij een jaartje of 5, 6 of zo. En die moeder die was uit geweest. Vrijdagavond. En dan gaat ze de deur uit. Hè. Dan ging ze helemaal met echt verschrikkelijk veel make-up. En dan gaf ze me ook nog een zoen. Op mijn mond. Ik gaat voor de. Ik vind het vies, hoor. Aan de volgende ochtend was ik als eerste opgestaan. Ja, zij was uitgegaan hè, tot 4, 5 uur 's nachts. Het is 's morgens bij het ergens om een uurtje of 11 of zo. En dan was zij opgestaan. Ben ik ook op. Ik ben op.
En toen heeft mijn dochter met mijn camera een foto gemaakt van mij. En een foto gemaakt van haar moeder. Met flits. En die foto van mij vond ik niet mooi. Maar dat was die flits. Dan komt mijn bril, komt er zo, ja. Nee, het was niet echt een foto van mij. Een foto van de bril van Perry. En ik een beetje zo, geposeerd. Dat is echt een hele slechte foto van mij. En we zien die foto en mijn dochter kijkt zo naar. En toen de volgende foto. En die had ze gemaakt van haar moeder. Zonder make-up. Je had 4-5 uur geslapen. En die was helemaal zonder energie. Helemaal uiteengezakt. Ik stam af van de moleculen en de raad der moleculen in mij heeft momenteel geen emotie. De raad der moleculen zegt dat de moleculen moe zijn. Mijn dochter die schrok zich te knetter, hoor. De moeder zonder make-up. Wallen onder de ogen, vlekken op de huid. Uitgezakte mondhoeken, zeg maar. En bovenal een dode oogblik. Oh, er wordt een foto van mij gemaakt. Gluk. Oh, ik sta op de foto. Ja. Gadverdamme zijn zakjes, zou ik zeggen. Nee, make-up moet je niet doen. En trouwens ook een leuk feitje. Vrouwen die lipstick gebruiken. Zeg maar vanaf hun 16e jaar of zo. Hè, tot aan hun overlijden. Die slikken 1,5 kilo lipstick door. Die lipstick die gaat dan door de mond, in de slokdarm, komt in de maag en dan komt het in de 12-vingerige darm en dan gaat het de dunne darm in en dan de dikke darm en dan ga je met je billen op het toilet zitten en dan anderhalf kilo, hè? Ik zeg niet dat het dodelijk is, hoor. Waarom zou het dodelijk zijn? Is het gezond? Nee, hoe kom je erbij? Het is uitermate verstorend voor je, hè? Ja, waar ben je mee bezig? Ik ken een vrouw, Janneke, ontzettend goede tietenhuizen. En die heeft van die ongelofelijke rode lippen, ja, rood-roze of zo. En dan een huge lippen, echt belachelijk. Die heeft toch ook geen lipstick? Waarom?
Ja, wat voor die vrouwen hebben van die dunne lippen. Ja, nou wel. Kijk, de vorm van je lichaam, even voor jullie vrouwen, de vorm van je lichaam is een expressie van de geest in jou. Hoe de geest zich in jou manifesteert, dat is met jouw lichaam. Dat hoef je helemaal niet te verbeteren. Dat is nergens voor nodig. Dat hoef je niet aan te tippen of aan te stippen. Robert Smith van The Cure, die had make-up. Ja, Pipo de Clown ook. Dat zijn kunstenaars. Die zijn aan het optreden. Die maken er wat geks van. Maar jij? Jij als vrouw? Waarom? Waar ben je bang voor? Het enige wat make-up je kan opleveren, is dat er een of andere kerel op je afkomt en zegt van, wil je wat van me drinken? Dat is een van de weinige vragen waarop je als vrouw moet zeggen nee. Die man dan aandringt, dan zeg je oké, nou ja, als je zo aandringt. Maar dan moet die man wel komen met een verhaal. Dat die man zegt van, ja kijk, het is zo, ik ben er helemaal, ja, ik moet nog wat drinken en ik vind het raar om te kletsen met iemand in de kroeg die niks te drinken heeft. Dan vind ik het ook niet leuk meer en dan ga ik wel in mijn eentje drinken. Ja, dan zeg je tegen zijn man van, oké, als het dan zo gaat. Doe mij maar een colaatje. Niet een man verleiden met je uiterlijk te veranderen. Want je kan je uiterlijk niet veranderen. Tijdelijk kan je dat veranderen. Maar dat is niet belangrijk. Kijk, jouw uiterlijkheid, ja, dat komt van je geest, hè? Dat komt van je papa en je mama. En de papa en je mama, die hebben ook weer een papa en een mama. En een papa en een mama. Dus, mama, dat gaat helemaal heel diep. En dat geeft een uiterlijkheid. Dat is helemaal niet erg. Waar het de mens om gaat, is het woord. De taal. In principe de linkerkant van je hersenhelft. De linker hersenhelft, de linkerkant van je hersenhelft, sorry. Daar gaat het om. En die fantasie, die creativiteit, dat is jouw geloof. En dat dient gebaseerd te zijn op de taal. Hou die goed in de gaten. Dus jouw waarde als vrouw, omdat jij als vrouw een... Je hebt een meer algemenere aanwezigheid. Een mannen die... Ik zal je een leuk verhaal vertellen.
Dat is van diezelfde vent. Met die piercing door zo. Onder zijn eikel, die Prins Edward. Die dan dus vasthing aan Eveline of hoe heet zijn naam? Die hij op Facebook had ontmoet. Die vertelde me ook dat hij dat zijn vader had voorgesteld om een vakantie te gaan doorbrengen. Sinti is dat. Zigeuner of zo, Zigeuner, maar Sinti moet je zeggen. Aparte stam. Dat is geen Roma. En dan gingen ze naar IJsland. En zijn vader, nou, kwamen ze eraan in Reykjavik, denk ik dan. Een hotel geregeld en alles. En die vader zei van, nou, oké, okay, nou, we zijn er. Ik ga naar de kroeg. En zijn moeder, want, ja, waar is dat nou op IJsland? Dan moet het nog heel IJsland. Dus, dan werd hij door zijn moeder meegesleurd. En zijn broers en zijn zussen. Allemaal van die toeristische plekken zien. Hè. En zijn vader zat alleen maar in de kroeg. Ja, aan het einde van de dag met z'n allen eten. Maar overdag, die paas weet wel, ik kan me prima vermaken in Reykjavik hoor. Dan ga ik een beetje door Reykjavik lopen. Of waar ze maar zaten. Maar dan belandde die weer in de kroeg. Mooi verhaal, man. Ja, zei die tegen mij. Die Sinti jongen, met die Prins Edward. Ja, zei die. En toen gingen we terug met een vliegtuig. En toen bleek mijn vader meer te weten van de geschiedenis en de geografie en het hele gebeuren in IJsland dan wij. Die met onze moeder waren meegelopen. Ja, we moesten wel mee. Ja, wat wil je anders met je vader? Hoe oud was die jongen toen? Misschien 12 of zo. Ja, dat wil je ook niet met je vader in de kroeg zetten. Maar die vader had zoiets van, oké, neem die kids maar mee. Wodka of zo. Ja. De handen en voeten, dan maak je zo kennis. Het woord, daar gaat het om. En het woord is veel hoor. Even van jullie dames, ik dwaal niet af, hè, maar het woord is heel veel. Een man met een mooie babbel, dat is bullcrap. In het Amerikaans zeggen ze, stop je geld waar je mond zit. Stop je geld. Kan een man presteren? Kan hij wat? Mijn dochter die kiest een man met het vormen van die Hollandse Next Topmodel guys. Die heel lenig zijn en... Ja, ik neem het haar niet kwalijk hoor. Als ik haar was. Misschien wel hetzelfde gedaan. Ik ben geen haar beter dan haar. Maar die gedachte aan die natuurlijke schoonheid en dat soort dingen. Niet belangrijk. Erg belangrijk dat je dat beseft. Kijk, waar het om gaat bij een mens is dat hij zijn aanwezigheid acceptabel vindt. Een mens die zijn aanwezigheid niet
acceptabel vindt, onacceptabel vindt, die zijn ziek. Dit durf ik te zeggen, hoor. Ik durf te beweren dat als je mensen die hun bestaan onacceptabel vinden en mensen die hun bestaan acceptabel vinden, die laat je allemaal scheiden in een potje. Die potjes die worden ingevroren. Vacuümdinges alles. En dan worden daar samples van genomen. En die worden heel langzaam opgewarmd. Heel langzaam, hè? Dat er geen aroma verloren gaat. 5 graden Celsius stijging per minuut of zo. Heel langzaam. Nou, dan heb je al die plastic bekertjes met al die stukjes stront erin, hè? Van mensen die hun leven onacceptabel vinden en mensen die hun leven acceptabel vinden. Ik zeg je, de mensen die hun leven acceptabel vinden, weten wat de stront is die stinkt. Jammer, helaas, wanhopig. Maar mensen die hun leven onacceptabel vinden, die zijn ziek. Die hebben geen goede darmflora. En de rest ook niet. Vooral niet als die slechte darmflora er al was toen ze 5 waren. Ja, waar moeten die mensen dan een hersenvermogen vandaan halen? Ja. Ja, beter gezegd, de stront van zieke mensen stinkt. Voor mensen die niet ziek zijn. Jij als mens, wanneer jij dan denkt, jij als meisje, als jonge vrouw of whatever, je denkt dat je lipstick op moet doen of whatever, om te wat? Je kan nog beter leren macrameën of pulken. Doe een studie, homeopathie. Dat levert meer op, hoor. Ja, keer terug naar jouw eigen leven. Wat je ooit had. Ik wil hier niet de Marcel Messing uithangen. Die ken je toch, hè? Marcel Messing. Ongelooflijke esoterische zeurnuis. Maar hij spreekt de waarheid in die zin dat jij al eerder bestond voordat je geboren was. Dat geldt voor al het levende. Namelijk. En hoe zie je er dan uit? Heb je een gebochelde neus? Nou en? Ja, maar ik wil wel een seksleven.
Ja, dan... waarom eigenlijk? Ja, het is een best bewaard geheim, hè, dat vrouwen helemaal niet zoveel zin hebben in seks en al die toestanden. Uiteindelijk dan, hè. Een tijdje is het leuk en denk je, oh wat leuk, oh wat leuk, oh wat leuk. En dan denk je, oh, ja, ja kom. Kijk, seks is niet het doel in jouw leven als vrouw. Dus al die aantrekkingskrachten via chemicaliën. Ja, waar ben je mee bezig, by the way? Om een chemicaliën te gebruiken om een beetje aantrekkelijk te zijn. Ik kan wel huilen. Ja, maar dat kan toch helemaal niet. Ja, gewoon niet doen. Gewoon mee kappen. He, jouw partner, en ik hoop het echt voor je, hè? Als je mij begrijpt, als je mij volgt, hè, dan hoop ik dat je kinderen krijgt. Van een kerel die jou neemt zoals jij bent. Geen tijd besteden aan je make-up. Nee, besteed maar tijd aan het inpakken van zijn boterhammen, zodat hij naar de bouwwerkplaats kan gaan. Ja. En daarna doe jij de duster aan. Of die had je al aan. En dan ga je zorgen voor het kind. Dat is jouw enige heil. Want als jij die taak niet volbrengt, dan sterft de mensheid. En dat heb jij dan mede op je geweten. Ik zou die discussie met God niet aangaan. Ik heb het over make-up, maar ik moet het nu wel even kwijt. Dat in het Oude Testament, daar staat een verhaal van een meneer en die heet Onan. En Onan werd door God verzocht om wijven zwanger te maken. Minimaal één. En Onan, die zei tegen God, fuck you. Die seksuele drift die ik heb, die spuit ik wel over een zak aardappelen heen. Het heet, vandaar het woord onani. Het heet masturbatie. Het Onan liep weg voor de verantwoordelijkheid die God hem op had gelegd. Want als hij toch niet geil was, zou hij ook geen... Ja, zou hij nooit het risico lopen om... Even voor vrouwen van de mannelijke kant, hè. Je mag bij ons in de keuken kijken, maar dus Onan zat lekker aan zijn zeen te rukken. Nee, ik heb geen kinderen, daar heb ik geen zin in. En dan God nog een keer, ja, hé, hey, homo, wanneer krijg je, het is nou al zo laat, en Onan lekker, lekker ruk aan zijn zenuwen, geen zin in. Nou, ik ben niet zo heel erg bijbel, schriftgeleerde, fariseeische, zeikhomo, maar ik weet wel dat met Onan liep het niet goed af. Nou, en als wij mannen dan zo een boek schrijven, zoals het boek Onan, over onszelf,
Hoe zit het dan met jullie? Waarvoor ben je nou op deze aarde? Om een beetje in de ronde te lopen met lipstick en van die grote ogen, net als Robert Smith van The Cure. En dan, daar ben ik dan. Met je schommelkont. Denk je dat het echt is? Dat het alles is? Nee, misschien moet ik wel een nieuwe serie gaan beginnen. En het heet het De Kunst der het Uitschelden der Vrouwen. En dan moet toch even jullie een keertje wakker worden? Wat is dat nou? Stop met die kut make-up en begin met een goede kerel laten zoeken. En mik niet te hoog. En dan ga je wel kijken naar je vriendin en die heeft er eentje en die heeft dan €1.000 meer in de maand of zo. Maar daar hoef je niet jaloers op te zijn. Je neemt er eentje die heeft dan maar zoveel. Een beetje goed gokken. Een dakdekker bijvoorbeeld. Dakdekkers, hele goede mannen. Steady income, jongen. Ja, daar moet je er wel voor zorgen. Snappie. En stop met die kut make-up. Slecht voor je huid. Slecht voor je... Slecht voor je genitalie ook nog. Ja, man. En een nagellak? Ja, flikker toch op. En al de gepoets met dagcreme en nachtcreme. Hou er mee op. Je weet niet eens waarmee je bezig bent. Stomme trut. Ik ga nog even door hoor, met schelden over vrouwen. Ik vind het toch wel een leuk onderwerp eigenlijk. Ja, de enige manier om iets aan de beweging te krijgen is om het te irriteren. Laat eerst de beste vrouw maar tegen me inkomen, behalve Lieneke van der Hoeven van der Grijp. Want die is christelijk en die weet dat dit niet voor haar bedoeld is. Zij mag, zij heeft heel veel eerbied voor de Joden. Maar dat wordt een ander verhaal. Ja? Nou, ik wil wel een hele mooie uitzending hoor. Over make-up en een beetje aandacht voor dames ook in deze keer. Hartstikke bedankt jullie dames voor het luisteren naar deze chemisch wetenschappelijke waarheden. Dingen als nagellak is uitermate slecht. En metafysisch gesproken is het helemaal slecht. Ja. Nou dan. En daarom, omdat het punt is, deze uitzendingen zijn... Ja, sorry voor mijn stotteren, maar... Deze uitzendingen zijn allemaal heel erg officieel. En daarom moet ik officieel afscheid nemen. Want anders is het geen officiële uitzending. En heel officieel zeg ik op zijn hamburgers. Tjus. En dag lieverds. Ook jullie vrouwen. En blijf met je poten van die make-up af.